Gedaan. Welkom terug bij Koffietijd met de kerstman erbij. Een groot deel zit hier en de kerstman van de cast van The Christmas Show. Een kerstshow met veel dans, zang en spektakel. Hè? En Nicolette, jij speelt de fee in de show. Ja, ik mag het weer doen dit jaar. Precies weer, want vorig jaar was je ook de fee. Ja, leuk hè? Hoe was het toen? Het was waanzinnig, het was groots, het was veel spektakel. Het is echt een familieshow, dus je ziet gezinnen zitten en die zie je genieten. En dat is zo gaaf als je daar staat. Maar jij vliegt ook echt als vee. Oh ja, ja, hou op. Dit is op 15 meter hoogte. Hè? Dat was best spannend, maar ik vond het wel cool. En ga je dat dit jaar weer doen? We gaan wel weer vliegen. We? Wie neem je mee? Meer mag ik niet zeggen, moet een beetje wat voor ons. Nou, je kan mij niet vertellen dat mee, Santa Claus gaat vliegen. Dat geloof ik niet. Who knows? Nee, want dat moet toch ook aan zo'n kabel kunnen? Niks van, sorry hoor, meneer. Sorry, kerstman. Goed bedoeld. Ja, ik bedoel het goed, maar het is toch iets anders dan Nicolette. Je bent gewoon eerlijk. Ja. Iets anders dan Nicolette. Ja, het is toch een beetje anders. Wat misschien wel kan... is dat Buddy met je mee gaat vliegen. Want Buddy, jij zit er dit jaar voor het eerst in. Ja, onwijs vet. Ik mag gewoon in de Ziggo Dome staan. Ja, heel cool. En wellicht zit hij ook wel in het vliegspektakel. Oh, maar wat voor rol speel jij? Ziggy Sterrenstof speel ik. Daar ben ik. Assistent droommaker. En Carlo Bossard is de droommaker. Het verhaal gaat over Eefje. Die heeft een oma. En doordat opa er niet meer is, kan oma niet meer dromen. En de vee adviseert Eefje op zoek te gaan naar de droommaker, zodat oma weer kan dromen. Nou, en die heeft Ziggy bij zich, die heel graag droommaker wil worden, maar heel goed in droommaken is hij nog niet. Oh, ja. Maar dat leer je een beetje gaandeweg? Of... Gaandeweg leert hij het, maar zal het hem lukken? Ja, dat is de vraag. Oh, maar die kinderen vinden dat natuurlijk fantastisch om jou ook te zien, hè? Want je bent natuurlijk enig. Ja. Ik hoor net dat ik enig ben. Ja, maar het is dus een hele grote show met zang en dans. En er wordt dus nu al flink gerepeteerd. Ja, uiteraard, want jullie moeten het al spelen. Jullie moeten het ook wel allemaal kunnen. Hebben we nou al die beelden gezien van jou dansend? Ja, afgelopen zaterdag had ik mijn eerste repetitie. Oh, kijk, ja. Heel leuk. Dan ga ik tappend en wel. Ja, want wat dat betreft komt dat jij bent wel allround, hè? Het is, en je kan natuurlijk alles. Je kan spelen, je kan dansen. Kan je ook zingen? Dat ga ik wel doen in de Ziggo Dome. Dus ik ga voor het eerst voor zo'n groot publiek zingen. Dus ik vind het wel spannend, maar ik heb goede mensen bij me. Dus die zullen af en toe... Ja, bedoel jullie? Ja. Die me wel wat goede tips kunnen invluisteren. Maar dit is dus een hele grote show met een hele grote cast en enorm veel mensen. Is het toch eigenlijk zonde? Want het wordt maar een paar keer uitgevoerd. Zonde? Nou ja, dat kan niet vaak genoeg uitgevoerd worden. Nee, maar je worden, kan niet in mei. Kan je nog met de kerstman op de proppen komen? Toch? Nee. Nou, dat wordt lastig. Ja, dat wordt lastig. Maar zo'n groot spektakel zal zeker nog een keer terugkomen. Ja, ja dat moet. Het heeft wel iets Amerikaans eigenlijk ook. Ja, dat heeft het zeker. Ja. Kijk, in de grote wereldsteden is het niet meer dan normaal dat er een kerstshow staat. En dat is natuurlijk een onderdeel van kerst. Ja. Hoe ze kerst vieren. In Amerika heb je natuurlijk in de Radio City Musical heb je de Christmas show. En dat staat gewoon 3 maanden lang en dan doen ze 5 shows per dag. Ja. Dat gaan wij niet doen. Nee. Maar we kunnen niet achterblijven. Dus vandaar maar het ook... zou inderdaad een mooie traditie die nu al een beetje begonnen is. Ja. Een grote kerstshow, dus al dit het tweede jaar. Precies. Ja. En vorig jaar een groot succes en nu ook alweer. We mogen trouwens kaartjes weggeven. Hè? Oh, wat leuk. Ja, dus het is de weggeefweek. Dus als je nu thuis denkt en denkt, ik wil dat zien. En als je nog geen kaarten hebt, ga even weer naar die site toe. Ja. Want dan maak je er dus kans Mag ik trouwens dan ook nog even zeggen dat er ook nog kaarten verkrijgbaar zijn? Want er was wat onduidelijkheid over nog wat shows. Maar er zijn nog een paar plekken vrij. Goed dat je dat tweede zegt. Kerstdag en op de 24ste in de middag. Kerstdag. Ja, maar het is toch juist te gek om naar een show op tweede kerstdag te gaan. Met inderdaad. Ja, wij vieren gewoon kerst met elkaar. Ja. Een soort family. Maar Leona, jij gaat zingen daar. Ik ga zingen, ja. Ja. En echt alleen zingen of ga je ook spelen? Of ik speel geen rol. Ik ben een soort van levende jukebox. Ik mag samen met Jamai mogen we alle kersthits, bekende en ook wat minder bekende overigens, mogen we zingen. En ja, dat wordt gewoon één groot feest. Er is geen kerstlied dat je gaat missen. Alles komt voorbij. En wij krijgen zo ook alweer een voorproefje van jou, hè? Ja, want ik mocht de titelsong van de show mocht ik zingen. Ja. En dat heet Happy Christmas Time. Is overal te downloaden. En het geeft al een beetje een voorgevoel van wat we daar zo al aan gaan doen. Maar wat een kanjer zo met elkaar. En waar ik weer blij om ben, is dat Jamai daar dus ook zingt. Ja. Yes. Ja. Yes. Ik ook. Oh, ik hoor je zo graag zingen. Nou, dat weet je toch? Dan?
Nou, misschien wel. Ja, dat is wel leuk. Ja, tuurlijk, geef me een idee. Want jullie zijn dus met z'n tweeën het zangduo, zal ik maar zeggen. Ja. Dan hebben we vergeet een Karin Bloemen niet, hè? Die ja, is er ook nog bij. Dat ja. is ja. Carlo. Carlo. Ja. Epke Sonderland, dat vind ik ook wel spectaculair. Epke. Ja. ja. Ja, nou, ja. Dat als tuimelaar hele bijzondere dingen doen. Een tuimelaar? Ja. ja. een tuimelaar. En ik ga nu een hele bijzondere vraag stellen aan Jamai. Ja. De kijkersvraag. De kijkersvraag. Die komt van Ria Holskuilen uit Diepeveen. Gefeliciteerd met de postcode loterijkoffer, hotelovernachting en het diner voor twee. Zit allemaal in die koffer. Ja, ja. En hier komt de vraag. Ja. Ja, nou, we hebben het al even over Amerika nu net gehad. Vraag is, in welk land zou je nog graag in een musical willen spelen? En wat voor rol zou je dan willen hebben? Nou, Amerika, Broadway. Ja, dat sowieso, moet ik jou sowieso nog een keertje zien. Gaat je wel lukken? Broadway, dat zou natuurlijk fantastisch zijn om daar te mogen spelen. En wat voor rol vind ik heel moeilijk. Gewoon je one-man show. Ik denk de Book of Mormon. Dat is een vrij onbekende show, denk ik, in Nederland. Maar voor de kenners, die weten wel wat voor show het is. Kijk, ik doe natuurlijk... Ik heb al 4 jaar geen musicals meer gedaan. Nee. Omdat ik vooral natuurlijk nu tv doe. Maar als er ooit de Book of Mormon naar Nederland komt, dan Ria, dan misschien kan je me daar dan wel zien. Ja, op Broadway. En hier ga je vooral weer veel zingen. Ik wil je horen zingen